En man, wat is er gebeurd? Ah, oei. Dat is niet goed. What's up, my niggas? Enkeltje gebroken. Het goede nieuws is, het is net geen open beenbreuk. What's up, MTV? Check out my new ride. En man, zijn ik hallo tegen de Snapchats? Fucking ramptoeristen. You. Duurste taxi ooit. Iedereen maakt kennis met de Kevin. Mag ik afvullen? Kevin, zijn jij nog single? Nee. Oei, sorry dames, Kevin is niet meer single. I hurt myself today. Ja. Een enkel, dat is vodden. Ja. Zeg, waar kan ik hier medicinale wiet krijgen? Ben je als VIP? Eigenlijk is mijn been niet het ergste. Gewoon mijn ma die massa spissig gaan zijn. Als er mensen zijn met de mooiste mode in joggingbroeken, dan moet u suggesties geven. Snapchat. Zeg mannen, wel van mij een goede kant pakken, hè. Dank u. De beelden zijn naar hier doorgestuurd. Dag mama. Is it too late now to say sorry? Dag Iris! Ik zag je naam pas. Dat is mijn pijnstiller. En dat werd echt goed. Jeppa. Ja. Friet net in. En voor mij een pizza calzone, alstublieft. Kleine update, ze gaan moeten opereren en ik ga een gips krijgen. Dus goed op mijn gips komen schrijven. Even een shout-out naar alle nieuwe volgers op Snapchat. Welkom op mijn snap, over mijn been. Mannen, ik kan het niet meer lang trekken. Mijn batterij is aan het opgeraken van mijn gsm. Sorry. Kleine update. Mijn teen beweegt nog. Alright. Mannen, slecht nieuws. Ze moeten mij in slaap doen. En nog goed nieuws. Ze gaan straks echt een dikke plaat opleggen. Weet je de welkste? Wauw, kijk, lekker eten. En ik moet fucking nuchter blijven voor die operatie. Ook heel veel liefde voor iedereen die naar mijn verhaal aan het kijken is. Humor is beste medicijn. En pijnstillers ook. Oké, het schijnt dus mijn pijnstel er net op, dus gewoon ik bel naar de verpleging. Voilà, zeg. Ik dacht ook vandaag, ik heb nog nooit iets gebroken, dus ik ga direct twee dingen breken. Hè? Mijn scheenbeen en mijn kuitbeen. Oh ja, ik mag nu wel niet meer drinken, maar ja, ik heb toch een stuk in mijn voeten. Alla, meerdere stukken. Ik heb nu ook een mantelzorger nodig, die vacature is nu vrij. Ik moet mijn enkel rondrijden overal en mijn eten maken. En pinten te bestellen. En mijn piemel vasthouden met plassen. Volgende keer op spoed 24/7. Mama, ik zit dat verzwakken. Met of zonder verdoving? Niet grappig. Het ergste aan het ziekenhuis is niet mijn gebroken been. Dat is hier in Bissen. Nou, echt waar. Ik ga even op internet kijken hoe dat je dat net moet doen. Wish me luck. Next week on Bear Grylls.
Oh yeah, it looks like the sun is going down, so I need to get hydrated, so I better drink my own pee. Look at my space, look how it shines for you. En ik heb nu net Xanax gekregen, dus ik ga echt fucking chill zijn. Mannetjes, bye bye, onder het mes, ciao kids. En ik hoop dat je er allemaal onder een breuk hebt kunnen lachen, want ik heb dat toch al gedaan. Dag iedereen, ik ben terug en ik ben geopereerd. En ik heb een titanium plaat, bitches. Zoals je dus kunt zien, hieronder zit dus mijn been. En dat is aaneengezet met een titanium plaat. Maar bon, ik ga gaan slapen, want het is al 2 uur. Slaap iedereen. Ik moet wel zeggen, als je om de narcose zijn gegaan, je ziet ze vliegen, hè. Ja, ja. Maar ja, gelukkig dat ik een herte kerel ben. Ja, ja, hert gaan. Veel erger gekund, hè. Ik had ook op zich Frik Brakke kunnen lijken. Maar iedereen een hele goede morgen gewenst. Kijk, een keer wat ik heb gedaan, weer had ik een Rudy. Oké, okay, maar het is heel toevallig. Ik kijk nu naar Canvas, naar Winteruur. En wie is er daar? Rudy. Dat moet het toch kunnen, hè? Uw been breken en nog steeds zo fabulous as fuck zijn. On fleek. Eigenlijk had ik al vroeger mijn been moeten breken. Dat kon ik voor Halloween mummy zijn. Wat ik mij ook afvraag is waarom mijn knie ingepakt is. Terwijl dat probleem daar zit. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Ook dingen die ik me afvraag, waarom is dat zo verpakt in van die kleine zakjes? Allee ja, dat is nog niet simpel. En als je nog geen handen hebt, wat doe je dan? Allee ja, stel ik was gewoon BMX'en en ik was gevallen en mijn handen zijn geamputeerd. Wat moet je dan doen? Zo, Mannen, mijn dag kan niet meer stuk. Winterbeelden! Beste moment van de dag? Wassen. Oké, mannen. Zijn we verband? Rond afdoen. Zie dan een keer, zeg. Godver, doe maar. Ik word er toen al geswangeerd, hè. Godverdomme, zeg. You've got a friend in me. Tijd voor Pipi. Voor de mensen die zich afvragen, hoe pist dat zo'n pisfles? Het is eigenlijk gelijk een urinoir, met een pot van zo'n groot gat en nu opeens zoiets. En kijk, wie hier is, de mama. Dag, ma. Ah, yes! Nieuwe pijnstillers! When your legs don't work like they used to before. Stank! Do the stanky leg. Stank! Do the stanky leg. Stank! Do the stanky leg. Stank! Now break your legs. Break them! Break your legs. Right on. Tell them break your legs.
Ja, mannetjes, ik heb slecht nieuws. Beter wordt het niet meer. Nee, ik denk dat mijn mopjes gewoon op zijn. Ja. Ja, ik zou zeggen, we kappen ermee. Hè. We kappen ermee, gelijk die kap in mijn been. Ah! En moest gisteren niet klaar zijn, breng eten en drinken. Of go wat chillen, mag ook altijd. AZ Nicolaas. En dan maken we er een zwaar feestje van met DJ Baxter en MC Pisfles. Volgens mij heb ik een beetje last van de bijwerkingen van mijn verdoving. Of niet?